Dit is preventief. Je zorgt ervoor dat de buxusmotten namelijk niet in uw buxus terechtkomen, maar in deze lokdoos. En dat kunt u gaan toepassen door een vrouwelijke lokstof aan te schaffen die u aanbrengt in deze mottenval. Deze kan je gaan bestrijden met producten, bijvoorbeeld dit van Boomerang Garden van DCM. Het is een product die namelijk biologisch afbreekbaar is. En het zorgt ervoor dat er namelijk 5 tot 6 weken in de sapstroom van de plant dit product aanwezig blijft. Het is wel zo, wanneer de rupsen eten van de buxus, dan eten zij ook dit product op en natuurlijk gaan die gaan sterven. Met deze Boomerang Garden is het zo dat dit ook een contactmiddel is. Dat betekent dat als je sproeit met dit product op de insecten, deze ook meteen gaan sterven. Je hebt de Boomerang Garden van DCM, dat een biologisch product is, maar er bestaat ook een chemisch alternatief voor. En dit is dan van Edialux, deze For Insect. Een ander product dan For Insect is deze insecticide 10ME. 10ME wordt direct opgenomen in de rups zelf en sterft er meteen af. De combinatie van de twee is natuurlijk optimaal. Deze werkt 5 tot 6 weken. Deze zorgt ervoor de dag zelf dat de rups nog sterft. Raakt u niet af van de buxusmot of de buxusrups of wilt u gewoon een alternatief gaan zoeken? Dit bestaat natuurlijk. Je kan bijvoorbeeld een Ilex crenata aanplanten of een Osmanthus burkhoodii eye is ook een ideale vervanger daarvoor. Of je hebt ook een struikkamperfoodie, Lonicera nitida.